Hey, en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog van vandaag. Ik ga jullie toch wel meenemen en dat zeg ik omdat ik emotioneel even niet helemaal lekker ga nu. Maar dat is vrij logisch en ik begin er ook maar meteen mee en dan heb ik het maar gezegd. En dan kan ik meteen lekker verder en mijn hoofd even op wat anders zetten, een standje anders. Ja, afgelopen nacht is er een hele grote brand geweest bij mijn broer. Een hele grote. Ik laat nu even een foto zien. Hij is ongedeerd. Hij leeft nog. Hij is niet gewond. Er heeft een engeltje op zijn schouder gezeten. Letterlijk. Ja. En dat barst nu bij mij even erin. We zijn heel de ochtend daar geweest. We hebben even... Ja. We zijn er even voor hem geweest. We hebben niet heel veel kunnen doen, maar we zijn wel even voor hem geweest. We hebben even daar gekeken of we, of we nog iets konden doen voor hem. Maar gelukkig is zijn huis nog heel. Ook zijn vogels leven nog. Hij heeft ook vogels. En, dus in principe hebben we mazzel. En is alles eigenlijk er nog met wat er was, behalve de rest van de boerderij. Hij woont op een boerderij. Dus meer dan de helft van de boerderij is wel afgebrand en bestaat haast niet meer. Dus dat is pittig, heftig, gewoon, ja, emotioneel ook heftig. Hè. We zijn allemaal mensen en ik denk, ja, ik ga wel gewoon vloggen. Ik neem jullie gewoon gezellig mee op de kampeertrip weer van elk jaar. Want we gaan weer naar boerderij Geertje en we gaan het gewoon weer leuk hebben. We gaan gewoon lol maken en het gezellig maken en weet ik veel wat allemaal. Maar ik denk, ik moet dit wel even zeggen. Want ik ben een mens. En ook ik heb wel emoties. En bla bla bla. En ik, ja. Pittig. Meer kan ik, ik heb er geen woorden voor. Meer kan ik er niet over zeggen. Nee. En ik heb net heel even een moment rust gehad. Even dat ik kon zitten. En dan, ja, en dan ga je dingen beseffen. Dat is logisch. Dat heeft ieder mens. Dus dat is helemaal logisch. We gaan overschakelen naar het kampeertripje. We gaan weer naar boerderij Geertje. Dit keer met heel wat meer personen, maar één kind minder. Vorig jaar gingen allebei mijn oppaskindjes mee. Vandaag, of vandaag, nee uiteraard vandaag. Maar dit weekend gaat er maar eentje mee. De jongste gaat mee en de oudste blijft thuis. Die heeft voor gekozen om niet mee te gaan dit keer. Vanwege zijn rust. Hij wou even een weekendje gewoon lekker alleen bij zijn ouders. En dat snap ik heel goed. Dus ja, we hebben er wel heel veel, ik heb er wel heel veel zin in. Dat wel. Echt super veel zin in. Ik heb weer mijn shirtje aangetrokken die ik zelf heb gemaakt. En ook deze heeft bijna iedereen die meegaat op deze trip. Bijna twee mensen na die jullie gaan zien nu. Maar zo, ik heb er heel veel zin in, ondanks dat het ook weer, het weer is niet fantastisch. Nee, het is echt heel veel overbelichting. Nou kijk, jullie zien het al. Grijs. Ja, gewoon heel veel grijs. En dat gaan we eigenlijk heel het weekend misschien wel zien, maar dat geeft niet. We maken er gewoon wat van. En ik neem jullie gezellig weer mee. Voor de vierde, volgens mij zelfs de vijfde keer op rij. De vijfde keer op rij inmiddels. Jullie gaan niet mee, jullie worden verzorgd door iemand anders. En ik zou zeggen, let's go! Hey, we zijn op Texel! Oh. Nee hoor mensen, we zijn helemaal niks vee. Zo, we zijn weer aangekomen. En de toezichtbaas die legt daar ergens. Kijk hem chillen. Thank you.
Kijk, dit is de situatie. Anouk zit vakantie te houden en Alinda moet de tent opzetten. Ja? Ah, zielig. Ah, ah. Nee hoor. In elkaar vouwen. Ja, dat gaat automatisch al. Nee hoor, ze vindt het heel erg leuk juist. Dit is geen kinderarbeid. Dit is geen kinderarbeid, ze vindt het heel leuk. Ja? Het helemaal zo in elkaar. Alle stokjes in elkaar. Zo, nou, ik ga er ook bij zitten hoor. Oké, dan doet die andere ook zo. Dit gaat voor elkaar zijn. Dit gaat heel moeilijk zijn. Oh, en vergeet niet te draaien over. Lekker bezig, Alin. Ja. Onze stand die staat al. Ja, dat zie je. Goed, goed. Goed, goed. Toppie. Ik denk dat jullie nou wel moeten gaan helpen, want wordt nou wel eens om... Ik kom hier nou helpen. Nee, je moet even helpen, Alinda. Je mag dan even de haringen pakken. De haringen? Ja, de haringen. Ah, yeah, baby! Hij filmt al. Oké. Okay. Wij tillen hem wel even daar, hè. Want... Dus... Maar wij zitten, moet hij zeker. Ja, net erachter. Dus Rianne en Anouk zijn nu bezig met de tent. En dat is nu in onze tent is al klaar, dus het is voor iemand anders eigenlijk. En ze zijn nu bezig met neerzetten. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Ja, dat is al wat informatie dat ik zeg, maar ik wil nog wel even... iets zeggen. Vergeet niet het omdraaien. Ja. Kijk, zo en dan. Ja. En dan verder. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en te gaan subben. Dus ja, dat is al. Wat we nog kunnen doen is kijken naar hem. Ik kan stoppen als jullie het willen. Dus. Ik weet niet waar ik de taal heen moet, maar ik ga het aan jullie laten geven. Laten zien. Heb jij nog een haring, Linda? Dat weet... Oh, ik zie er een. Ja, ik zie er. Oh, wacht, dat is degene die ik vasthield. Oh ja, bijna vergeten. Dus, Rianne is nu alleen bezig. Maar ik denk dat hij nu klaar is. Ik moet goed kijken wat jij filmt, hè? Ja. Dus dat is de ingang. Niet zoveel. Wacht, we maken hem even open. En dit is. Oh, hij is wel heel vies. Heel klein, heel vies. En ja.
Heb je nog dingen nodig? Nou, er wordt druk gekookt. De pasta die kan er denk ik in. Hij is nog niet aan het koken, hij is aan het bubbelen. Ja. Nog heel even wachten. Nou, schat, ik pas af voor meteen. Anouk heeft geen geduld. Kijk, het is echt super chill, want ons kind die speelt daar lekker. Met de andere boerderijenkindjes. Of campingkindjes, hoe je het ook noemt. En dit is ons plekje. En hier loopt onze pauw. Super gezellig. Ja. Goed bezig, meid. Of dan ben je juist iets aan het filmen dat je niet wil filmen. 6 minuten zie je naar de grond. En daar is ook Rianne. Hallo. Ook goed bezig. Ook goed bezig. Ik ben ook heel goed bezig. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. En dat is Jade. In mijn camping outfit. Met mijn camping sokken. Ja, ze is helemaal in de toiletpapier. Dus. Mummy. Kijk alleen, dan kan je dit filmen, maar we gaan opscheppen. Rianne? En dat doet Rianne altijd. Rianne schept altijd op. Ja, die is opschepper. Opschepper. Wat heb ik in mijn haar trouwens? Jongen, jongen. Oh. Nou. Film je wel goed allemaal? Nee, ik ben niet gewoon. Dit is de tent van Jade. Dit hoort iets te doen. Dit hoort nog bij kamperen. En dit is de tent van Jip. Die is morgen er. Ik denk dat ze wel mee. En dat is de tent waar Anouk, ik en Rianne zitten. Oh, vergeet niet de tentje. Ach jongens, dit is niet te doen. En te subben. Kijk, ja. Kijk, alleen je moet je gewoon een bord neerzetten met 2 lepels, gewoon zo. Oh, yeah. Oh. Jan is letterlijk pasta voor pasta aan het opschrijven. Wil jij gekleurd bestek, Jan, of wil jij echt bestek? Ik wil gekleurd. Doe maar wat je kwijt wil. Ja, nee, het maakt mij niet uit. Zo. Jan, ja? Oh, dacht, ja, we hebben buren. Oh, en gedecoreerd. En van pasta, van pizza, pannenkoek. Ja. Oké, ik heb hier nog best mooi. Dat heb je niet meegekregen, hè? Ze hadden poppetjes van de week. Poppetjes? Ja, tot 3. Dacht, hoorden jullie dat? Poppetjes! En wat vind je hiervan? Ze gaan ze ook barbecue, maar de rest zeten. Zo, het is tijd voor lekker eten. Mag ik een... Pasta. We hebben hier hele gereedschap. Oh ja, daar. Nou, ik was net de opschepper vandaag en nu is Anouk de opschepper. Ja, we moeten een beetje eerlijk verdelen. Ja. Wat ben ik vandaag? Wat heb ik nou? Een beetje eerlijk. We zien een konijn lopen. Oh, daar gaat hij. Mag ik? Ja, hij filmt. Goed, ja, ik weet het niet, dus... Maar je bent alleen de, met oh, de Ariane meegaan. We gaan afwassen! Nou, ik hoop het nog even niet. We gaan het niet laten zien. We gaan afvriezen! Yeah. De blote voeten, heel slim! Oh, nee! Staat het erop? Het is een jijk! Ik wist niet dat het... Oké. Okay. Sst. Gaan we dat heel het weekend zeggen? En weet je wat dat dan betekent? Als we... Ik weet niet of je dit wel wil. Oh jongens, ik moet heel even uitleggen wat hier gebeurt. Want... Kerstling live. Ja, er loopt... Je hebt alleen vliegjes in je thee. Tussendoor eet het konijn met ons mee. En tussendoor is de pasta is gevallen op de grond. Het is die pan. Ik kan niet beloven dat er geen gras tussen zit.
De pasta is gevallen, keihard op de grond, maar echt gewoon niet de helft, nee, gewoon alles. Oh. Er gebeurt hier van alles. Het konijn eet van onze bord. Onze bord? Oh, sorry. En de pasta heeft... contact met de aarde. En de pasta heeft letterlijk contact met de aarde. Oh. En daar komt het konijn weer voor de zoveelste keer. Ik neem deze pan mee. En als jij de vergiet mee neemt, moeten we dan even in de andere pan. Sorry, even door het beeld. Oh, wacht. Daar heb ik mijn dikke reek natuurlijk op. Nee, ik zit een konijn te filmen. Hoe die van de pasta geniet. Oh nee, er zit geen pasta meer in, maar een klein beetje zout. De pasta ligt in het gras. Ik ga mijn hand dan. Ik kom met je mee, dan kunnen we samen pasta. Er is hier echt van alles gaande. De pasta vliegt door de lucht. Door het over het grasveld heen. Dus die zijn ze nu aan het proberen te redden. Door even het om te spoelen. En hopelijk kunnen we het nog eten als koude pasta salade. Maar ik weet het niet hoor. We gaan het zien. Oké, ik ben niet vies van grond en gras. Want we zitten hier op de camping. Dus ik ben er niet vies van. Maar ik weet het niet. We gaan het zien. En ondertussen loopt hier konijntje lekker rond. Het pauw loopt rond. Kijk hoe gezellig. Er is trouwens niemand jarig. Maar wij nemen het eigenlijk bijna tegenwoordig altijd mee, die vlaggetjes. Omdat het gewoon gezellig is. Ja. Weet je, soms moet je gewoon letterlijk de slingers zelf ophangen. Letterlijk. Aline is lekker aan het spelen in de speeltuin. Die was klaar met eten, dus... Ik zeg, ga rennen, ga doen, ga rennen, ga spelen. Want wij gaan vanavond pas lekker marshmallows roosteren en bij het vuur zitten. Want nu zitten er al andere mensen, die hebben hun eigen bank zelfs meegenomen. Zie ik, kan ook. Die logeren in zo'n huisje daar. En die hebben gewoon letterlijk een bank meegenomen. Eigenlijk wel heel slim. Brengt mij ook op ideeën, want er is één huisje nog niet afgehuurd. Dus dat zouden wij ook kunnen doen voor vanavond. Want dat zeg ik omdat eigenlijk waren er altijd boomstammen daar. Waar je lekker op kon zitten. Dus lekker, je kon er in ieder geval zitten. Maar die zijn weggehaald. Daar baalde ik er meteen al van toen ik dat zag. Ik denk, oké, maar nu moeten we onze eigen stoelen meenemen. Beetje jammer. Kijk, stoelen die wij hebben is letterlijk op de grond zitten. Dus dat is gewoon niet handig bij het kampvuur. Die wel trouwens, maar ja, die is niet van ons. Die is van Jade. Dus ja. Ondertussen zit hier het konijn weer uit mijn bord te eten. Nou, niet uit mijn bord, maar... Schoon normaal voor hier. Echt heel normaal. Wel mooi konijntje. Ik wou even filmen eigenlijk, konijn. Kom eens hier. Nou weet je niet welke. Nou moet je kiezen. Ja, ik zou ook dat bord doen. Mats er maar weer. Kom maar. Dit is onze huisgenoot. Ik heb ook. Kleine bunny. En een tweede ronde pasta. Want het was niet zo, niet zo heel veel. Dus. Pasta duurde iets langer. En dit is de pasta die van het gras afkomt. Pasta à la gras. Maar hey, wees eerlijk, het ziet er echt nog goed uit. Ja, we hebben ook die dingen één voor één afgevoerd. Ja. Dat moest ook wel. Zoveel bagger. Kijk eens. Wat is dat voor beest? Dat is die pauw. Dit is de pauw, ja, die je hoort. Kijk, en zo komt onze restjes rucola ook op. Ja. Je bent echt super schattig. Zo, we hebben even heel snel alles opgeruimd. Echt heel snel. Hey, Linde, waar heb jij het opgeruimd? Dat was geen prullenbak, volgens mij.
Wat kijk. Er komt ineens een hele donkere wolk aan. Dat is zo geen prullenbak. Ik moet zeggen, jij bent heel snel. Ben je dronken? Zo wijs. Ja, het gaat dus zo meteen helemaal los. Ik zit even te denken waar mijn camera of mijn. En het mooie is, hè, er zijn nog steeds mensen aan het marshmallow roosteren boven kampvuur. Volgens mij hebben ze totaal niet door wat er gaat gebeuren. Ja, op zich is het ook, hoort het ook wel een beetje. Maar waarom zou je druk een beetje? Het is wel leuk. Ik voel nou al een druppel. Niet te veel. Niet te veel zeggen. Ik voel serieus nu al een druppel. Ik voel ook inderdaad al druppels. Dus het gaat zo helemaal los met regenen. Ja, ja. Nu. Ik kan de buienradar nog even laten zien. Ja. Ja, laat jij. Oh, het is echt zo'n hele hoge piek. Dat is een klein beetje. Stelt niks voor. Nee. Een hele hoge piek en ja. Op zich, iedereen loopt nog lekker chill buiten. Maar dat is zo meteen wel anders hoor. Alinda heeft een vriendje gevonden. Ik denk dat er zo meteen geen vuur meer over is. Ze zijn uitgereden. Zie die geiten. Oh ja, we hebben trouwens. Kijk, wat hier zijn onze tentjes. En we hebben buren. Nou, we hebben inderdaad buren, maar ook deze buren zijn er. En dat is wel heel gezellig altijd. Alle geitjes lopen hier lekker rond. Maar ik ga naar binnen. Ik ga de tent in, want we voelen al druppels. Dus let's go, lekker de tent in. Oh, ze gaan daar toch die bank weghalen en ze gaan naar binnen. Ze hebben het door. Het gaat zo meteen keihard regenen. Zo, nou de regenbui is weer over. De afwas is voorgespoeld. Letterlijk. We hebben zelfs tomatensoep gekregen. Misschien een leuke plek voor de Linda. Je houdt niet zo van tomaat. Och. En ja, we hebben alles kunnen redden, behalve de theedoek. En de theedoek. De theedoek hebben we niet kunnen redden. Dus die hangt er ook een beetje dramatisch bij. Maar. Zo. Oh, dat is. Volgens mij is dit de enige theedoek die we bij ons hebben. Ja, ik heb maar één theedoek ingepakt. Ik denk, ik ga toch maar 4 dagen weg. Maar goed, we gaan kijken of we het vuur aankrijgen voor de marshmallows. Want we willen toch echt heel graag marshmallows roosteren. Dus we hopen dat het een beetje, dat het lukt. Kijk, en hier is iemand het water uit zijn tent aan het halen. Want die heeft het voorluikje niet dicht gedaan. Zo slim. Zo slim. Maar op een gegeven moment ook zo hard. Ook wij zaten niet helemaal droog, want wij hadden ook last van regen binnen. Ach joh, het is allemaal goed gekomen. Wel ja joh, het klaart. Blijven lachen. Kijk, het klaart hartstikke op. Het leven is een feestje, je moet er zelf een slimmer worden. Ja, letterlijk. Dus dat hebben we ook maar gedaan. Ja. Op naar het kampvuur. Hé, hey, maar dit wordt serieus best wel. Oh. Hij brandt! Oh, hij brandt! Kijk eens! Hij brandt gewoon. Dat is best knap, want het ging echt de keer. Alinda, je moet even een stapje naar achter. Want... Blijf blazen. Kijk. Nou, even een blikje over heel de camping. Hier staat een tentje. Nou, daar staan wij met onze slingers. Daarachter staat nog een tentje. En ja, als je een beetje inzoomt, staat daarachter ook weer een tentje. En we zijn nu proberen, dus Anouk is proberen het vuur aan te krijgen. Maar het gaat echt lukken, serieus, het brandt echt al. Het brandde, het smelde nog. Nou, en het is gelukt hoor. Hij brandt best lekker nu. We laten hem even branden. Ja, maar dit komt echt wel goed. Zodat we zometeen gezellig marshmallows kunnen roosteren. Zoveel zin in. En de kinderen, die kan ik trouwens ook wel filmen, die zijn aan het stokken zoeken. Voor de marshmallows. Kijk, die zijn daar. Er is er daar nog één. Die zijn op stokkentocht. En niet alleen de kinderen, maar ja, die is ook ergens aan het zoeken. Ik weet niet waar. Maar
Ja, we hebben het toch wel nodig. Kijk, hier legt er al eentje. Daar komen stokken aan. Kijk, top. Stokken. Zo, een lekker bankje erbij. Ja, we moeten het nog even droog maken, maar dit wordt perfect. Ja. Film je al? Ja. Ik heb niet beter eerst neergezet. Ja, Mello, loser. Ze zijn heel wiebelig. Heb jij een stok, Alinda? Ik heb geen stok. Hoe kan je nou geen stok hebben? We hebben toch vier van die stokken. Ik had hier ook nog eens. Jawel, ik had hier. En daar. Ik heb maar ik wil even kijken of dit een marshmallow kan houden. Want ja, anders moet je de die nemen en zij en ja. Deze, want deze is veel langer. Ja, anders krijg ik die. Ja, die houdt een marshmallow. En dan doe ik wel op deze kant, want deze is gescherpt. En ik? Hier? Dank je. Oh, chips. Oh, wacht, ik breek hem maar voor jou, want het is een vrij lange stok. Oh, crap. Oh, banana! Ja. Nee, je moet je wel vasten. Nou, we hebben ook pasta van de grond gegeten. Ja. Oh, dan kan dit ook wel. Pasta à la gras. Ah, oh nee, ik doe het. Als ik dat in het ziekenhuis ga vertellen in de restaurant. Jullie ook? Oh, ik ga aan de vuur. Is dit goed genoeg, denk je? Ja, ah, ik heb ook vlammen. Alles is goed genoeg wat je zelf deed. Ja. Ah. En dat was de vlog alweer. Ik zag dat ik helemaal niet heb afgesloten. En heel veel mensen hoorde ik erover dat ze dat toch wel graag hebben. Als je een vlog afsluit. Want dan weten ze waar ze aan het doen zijn blijkbaar. Ja, dit was de vlog. Ik hoop dat jullie het een hele leuke vlog vonden. Er is fantastisch veel gebeurd. Het is een heerlijk weekend geweest. Ondanks het weer hebben we het gewoon echt wat van gemaakt met z'n allen. Dus dat is onwijs leuk geweest. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, want dan ga je zeker nog meer van dit soort kampeervlogs zien. Want er gaan er nog zeker heel veel aankomen. Over een week precies ga ik samen met Anouk naar Zeeland. Superleuk. Gaan we weer op de fiets met een tent. Wordt één grote organisatie op zich wel, maar zo leuk. Het wordt zo leuk. Dus ik zou zeggen, blijf volgen. En ik zie jullie weer in de volgende vlog. Doei doei!